Hoi, in deze aflevering ga ik je mijn viooltjes laten zien. Ik ga je laten zien hoe je viooltjes zaait en ze verzorgt en waarmee je rekening kan houden. Dit is het tweede jaar dat ik mijn eigen viooltjes zaai en dit jaar staan ze heel mooi in bloei. Ze zien er gewoon echt prachtig uit en ik heb er heel veel van geleerd, want verleden jaar heb ik ook geprobeerd en toen was het echt niet zo leuk gelukt. En toen dacht ik nog dat viooltjes zaaien super moeilijk was, maar goed, dit jaar ging het echt heel goed en wat ik dus geleerd heb ga ik met jullie delen in deze aflevering. Als zaad bij het zaaien gebruik ik zaad dat ik zelf heb geoogst. Ik oogst ze dus zelf uit mijn eigen uitgebloeide bloemen in de tuin. Meestal laat ik geen uitgebloeide bloemen staan, want dan bloeit het wat minder mooi. Nou, dat leg ik ook wel wat later in deze video uit. Maar om zaad te hebben voor het nieuwe jaar ga ik ze dus zelf oogsten. Nou, dat betekent dat ik dan per soort en per kleur viooltjes 1 of 2 bloemetjes laat staan. Die mogen dan tot zaad komen. Wanneer een bloem klaar is met bloeien, dan gaat er dus energie. Die gaat dan dus naar het maken van zaad. Dan krijgt dus een uitgebloeide bloem, die dan zijn blaadjes ook nog eens kwijtraakt, die krijgt dan een dikke groene knop vol met zaad. En wanneer die dus klaar is, dan breekt die open en komt al het zaad tevoorschijn. Nou, het zaad zit nog heel goed vastgeplakt aan de open gebarsten knop. En ik knip het dan met steel en naald af en ik maak het zaad los met mijn nagels en ik bewaar dan of het zaad in een zaadzakje totdat ik het ga gebruiken om te zaaien, of ik gebruik het gewoon direct en ik zaai het dan gelijk in potjes. Dan het zaaien. Nou ja, hoe werkt dat dan? Ik zaai altijd in potjes of in bakjes. Ik strooi de zaden op de grond in zo'n potje. Strooi ik gewoon over de grond heen en ik druk ze aan zodat de zaadjes contact maken met de grond. Gebruik altijd schone grond hiervoor. Je kan zaai- en stekgrond kopen of je kan ook gewoon potgrond gebruiken. Tot nu toe gebruik ik gewoon potgrond. Het verschil met zaai- en stekgrond is, zaai- en stekgrond is heel luchtig en bevat weinig voeding. En gewone potgrond, nou, daar kunnen dikke klonten in zitten. Nou, die maak ik dan gewoon heel dun op mijn vingers. En die heeft dus wat meer voeding. Nou ja, verder werkt het voor mij wel prima. Maar gebruik geen grond uit je tuin. Dus ga niet met je schep een stukje grond uit je tuin halen en dat in een potje doen en dan zaaien. Nou ja, waarom niet? Er kan ziektes in de grond zitten in je tuin. Nou, dan ga je dus blootstellen aan je zaadjes. Dus dat is niet zo handig. Er kan onkruid in zitten. Dus dan weet je nou niet of je viooltjes uitkomen of dat er onkruid aan het uitkomen is. En alle voeding kan er gewoon echt al uit zijn uit je tuin. Grond. En als dan het zaad uitkomt en je laat het daarin staan als plantjes, nou, dan krijgt het geen voeding. Dus dat worden dan geen mooie, gezonde planten. Dan bij het zaaien. Ik heb geleerd na mijn 2 oefenpogingen om eind zomer te zaaien of begin herfst te zaaien, maar niet meer aan het begin van het nieuwe jaar. Dus niet meer aan het einde van de winter of begin van de lente. Viooltjes hebben veel tijd nodig om te ontwikkelen en tot bloei te komen. Ze hebben veel zonlicht nodig. Ze hebben zelfs warmte nodig. Nou ja, zonlicht, veel zonlicht en veel warmte kan ik ze dus niet geven. Ja, warmte wel, maar niet genoeg zonlicht in de winter en in de lente. Ik heb geen groeilampen. Dus ik kan gewoon beter het buiten doen en dan dus in de zomer en herfst zaaien. De plantjes die ik dus in de zomer en in de herfst heb gezaaid, nou, die doen het eigenlijk gewoon heel goed, ook in de winter. Ze kunnen het prima tegen koude temperaturen, vooral omdat ze dus al zo vroeg gezaaid waren. Waren het al wat beter ontwikkelde planten en tegen de tijd dat het winter werd, konden ze dat ook prima aan. Zelfs bij temperaturen van min 15 en verborgen onder een laag sneeuw bleven ze nog gewoon goed. Ze zagen er misschien even wat minder goed uit nadat het gevroren had. Maar wanneer de temperaturen weer omhoog gingen en trokken ze zich weer op en zagen ze er weer prima uit en konden ze weer prima verder ontwikkelen. En je ziet dat ze heel erg mooi nu in bloei staan. Dus dat was geen enkel probleem. In het begin van januari heb ik de plantjes uit de zaaipotten gehaald. Dus ik heb 1 voor 1 de kleine mini plantjes eruit gehaald en alvast in de bloempotten geplant. Nou, sommige plantjes waren al verder in ontwikkeling dan andere. Sommige plantjes had ik ook al eerder in een eigen pot gedaan, terwijl ik de andere plantjes ook nog gewoon bij elkaar in de zaaipotten had gelaten. Nou, dan blijven ze altijd wel wat kleiner. Vervolgens in maart heb ik de grond verbeterd met compost. Nou, dat is altijd wel goed voor de planten, een laag compost. Want daarmee wordt de grond krijgt meer voeding, wordt luchtiger, beter voor de diertjes die daar dan in leven. En dat is ook allemaal beter voor de plant. Midden maart zag ik al eerste bloei en dat was dus van de
plantjes die ik de lente daarvoor had gezaaid. Dus die had ik eigenlijk al een jaar geleden in de lente gezaaid. En waarvan je dus, die heb ik dus niet tot mooi tot bloei kunnen krijgen. Want die waren pas in de zomer gaan bloeien. Nou, dat was dus niet zo heel erg mooi. Maar nu in de lente begonnen ze het eerst te doen. Dus dat was wel heel erg leuk. In maart heb ik dus de viooltjes getopt. Dus dat betekent dat ik de bovenste deel van de viooltjes eraf kneep met mijn nagels. Waarom doe ik dat? Zodat ze niet omhoog blijven groeien en dan gewoon één groot vioolding, zeg maar, wordt. Maar dat het een mooie volle bos wordt, een volle plant. En hoe meer takken een plantje heeft, hoe meer bloemetjes het dus aanmaakt. Dus dan wordt het dus wat voller en mooier. Valt er heel veel regen, dan heb je kans op zwarte vlekken op je viooltjes. Ga dan je viooltjes langs, dan zie je bladeren met zwarte vlekken. Dan haal je ze er dus af. Dat is dan een soort ziekte krijgt het dan door de vele regen, opspattende regen op de bladeren. En dat kan dus ook de rest van de plant dan besmetten. Dus dan haal je ze gewoon weg zodra je dat ziet. Daarom is het ook belangrijk als je water geeft. Geef geen water over de plant heen. Maar probeer gewoon even naast de plant op de grond te mikken. En dan zorg je dat het goed op de grond waar de wortels zitten. Dat het daar gewoon goed nat wordt. Maar gooi dan geen water over de plantjes. Je hebt het dan moeilijk genoeg wanneer het heel veel regent. Terwijl de viooltjes zo goed groeien, geef ik ze elke 2 weken voeding in gietwater. Viooltjes willen eigenlijk best wel veel voeding hebben. Vooral als ze zo bezig zijn te ontwikkelen en te groeien. Dan vinden ze dat wel heel prettig. En dan later, als ze bloemknoppen gaan aanmaken en dus gaan bloeien, dan willen ze zelfs nog meer voeding. En dan geef ik ze elke week voeding. Een maand later, dan staan ze dus al mooi in bloei. En dit zijn dus ook al de viooltjes, of tenminste staan ze al mooi in bloei, ze beginnen te bloeien. En dit zijn ook al de viooltjes die ik in de zomer en in de herfst heb gezaaid. En na een maand, dan vullen de viooltjes al aardig de bloempotten en dan begint het dus pas echt. En vooral nu, begin juni, staan ze steeds meer mooi in bloei. Steeds meer plantjes die ik hier nog heb staan, beginnen dus mooi te gaan bloeien. Er komen hele mooie kleuren tevoorschijn in de bloempotten en ook de viooltjes die ik in de borders heb geplant, die doen het ook allemaal best wel mooi. Ik heb ook viooltjes gezaaid in de winter dit jaar, in december, eind december. En in januari ben ik dus begonnen met het zaaien voor dit jaar. Ik was binnen begonnen en later heb ik de plantjes naar buiten gebracht en heb ik ze eigenlijk buiten laten staan. Wat me toen opviel was dat die plantjes eigenlijk allemaal best wel iel en slap waren en heel snel omvielen. En ze zagen er helemaal niet zo gezond uit als de viooltjes die ik al in de zomer en in de herfst had gezaaid. Dus eerlijk gezegd had ik ze ook een beetje opgegeven. Ik kan je ook dus niet zeggen of hier nog viooltjes tussen staan die ik binnen heb gezaaid. Want ik had zoveel gezaaid dat ik ze niet meer goed uit elkaar had kunnen houden. Ik heb ook al aardig wat weggegooid omdat ze te zwak waren, vooral vergeleken met de rest. Maar ook dat ze slechter verzorgd waren, terwijl ik dus meer mijn best deed op de viooltjes die ik al in de bloempot had geplant. Dat vind ik eigenlijk niet echt handig om dat de volgende keer weer zo te doen, de viooltjes binnen. Ik heb dus liever gewoon lekker buiten en dan in de herfst en in de zomer al zaaien. Zodra de viooltjes zo vol in bloei staan als nu, dan geef ik ze dus 1 keer per week water. Ik geef ze 1 keer per week voeding. Ze krijgen veel meer water. 1 keer per week krijgen ze voeding in het gietwater. Dan los ik gewoon een beetje voeding op in het gietwater. En dat giet ik dan op de grond erbij bij de wortels. En dan lekker elke week en dan blijven ze heel mooi doorbloeien. Ik geef ze ook kippenmest. Dat doe ik in december. Dan geef ik ze gewoon gedroogde korrels. Kippenmestkorrels lijken het wel. En in april doe ik dat dus nog een keertje. Op dit moment is het eigenlijk mijn voeding gewoon super goedkoop. Het is eigenlijk wat ik heb gekocht bij de Action. Dan kost het, als ik uit mijn hoofd zeg, €1,79 geloof ik voor de voeding wat ik in het gietwater doe. En volgens mij ook iets van €1,79 of €1,99 voor de kippenmestvoeding. En met 1 zo'n pakje kippenmest doe ik dus een heel jaar of misschien zelfs 1,5 jaar. Volgend jaar wil ik wel gaan experimenteren met wat duurdere voeding, plantenvoeding, om te kijken of ik daar ook echt dan verschil bij zie. Misschien dat ze sneller groeien, misschien dat ze voller bloeien. Maar dat wil ik volgend jaar gaan uitproberen. Hier zie je resultaat van poging 1, verleden jaar. Wat een verschil. Zo zag mijn bloei er toen uit. Ik was ook zeer teleurgesteld. Wat ging er eigenlijk mis? Ik had verleden jaar
pas in de lente gezaaid in februari en maart. Nou ja, viooltjes duren gewoon echt lang voordat ze gaan bloeien. En een half jaar later bloeiden ze in hartje zomer verleden jaar. Nou, warmte en viooltjes, dat gaat dus niet goed samen. Dat heb ik ook geleerd van volgers die me dat hadden uitgelegd. Want dat had ik zelf ook nog niet zo heel erg door. Voortaan zaai ik dus gewoon in zomer en in de herfst. En dan doe ik eigenlijk alles alleen nog maar buiten. Dus buiten zaaien, in zaaipotjes, op mijn tuintafel. En dan later gaan ze over in bloempotten, zoals ik dat dus dit jaar ook in januari heb gedaan. Nou, dat ga ik dus ook volgend jaar januari gewoon zo doen. En dan goed voeden en goed verzorgen. Ik weet mijn viooltjes heel lang in bloei te houden. Nou, hoe doe ik dat? Ik ga eigenlijk een paar keer per week ga ik al mijn viooltjes langs. En zodra een viooltje er niet meer zo mooi uitziet, dus als het er uitgebloeid uitziet, dan knip ik het. Dan volg ik dus de stengel van de bloem, die volg ik dan gewoon tot waar die vast zit aan de plant. En daar knip ik het dan dus af. Nou, en dat doe ik dus bij al mijn viooltjes. Nou, dat is op zich wel een werk, maar goed, ik geniet gewoon lekker van het zonnetje en van mijn plantjes. En door dat te doen gaat er geen energie verloren, want er gaat natuurlijk energie naar uitgebloeide bloemen die dan zaad gaan maken. Nou, al die bloemen hoeven dus niet allemaal zaad te maken, want daar heb je niks aan zoveel zaad. En dan is je plant klaar, want ja, viooltjes willen gewoon zichzelf uitzaaien en dan stoppen ze met bloeien, want dat is hun taak. Dus als je ze niet hun taak laat volbrengen, dus je laat ze niet tot zaad komen, dan zullen ze blijven bloeien en nog meer bloemen aanmaken. Want dan denken ze dat ze met meer bloemen meer kans hebben. Nou ja, dan heb jij dus meer bloemen om van te genieten. Als het een beetje klaar begint te worden, als ik zie van het stopt nu met zoveel bloeien en het wordt daarom dus ook warmer, hartje zomer moet je dus aan denken, dan kies ik dus de violen uit die ik dus volgend jaar weer wil hebben. Ik zal dan per soort en per kleur laat ik dan een paar bloemetjes staan. En die oogst ik dan dus. Ik wacht tot de bloemen uitgebloeid zijn. Die laat ik staan en de rest van de bloemen van de plant knip ik dus wel weg om energie in de plant te houden. En ik hou dus die plantjes die mogen uitbloeien goed in de gaten. En zodra ik dus dikke bloemknoppen zie, dan weet ik dat ik elke dag even moet komen kijken. En zodra de bloemknoppen open scheuren en de zaad komen tevoorschijn, nou, dan oogst ik ze dus, dan knip ik ze dus af en bewaar ik de zaadjes totdat ik ze dus weer in einde zomer of begin herfst kan zaaien voor het nieuwe jaar. Nou, wist je trouwens dat viooltjes die je zelf zaait ook eetbaar zijn? Nou, met eetbaar bedoel ik, je kan ze gebruiken om lekkere koekjes mee te bakken en je koekjes dus mooi te decoreren. Je kan er je taart mee decoreren. Je kan ze in salade doen, want ze smaken ook echt licht zoet. Maar pas op, dit kan dus niet met gekochte viooltjes. Want viooltjes die je heel mooi bloeiend in de winkel koopt, ja, die zijn bespoten met allerlei middelen. Nou, dat wil je dus niet gaan eten. Dus alleen met zelfgezaaide viooltjes. Ik hoop dat je deze aflevering leuk vond. Ik hoop dat ik je veel heb kunnen leren. Bedankt voor het kijken en tot de volgende aflevering.